Willemijn is aan het bevallen. Haar constante, snelle hijgen wijst op de weeën die de vruchten laten indalen. Vanuit de baarmoederhoorns in de eigenlijke baarmoeder en vandaar naar de uitgang. Als de pup ver genoeg is ingedaald, volgen er persweeën die zorgen voor de uitdrijving van de pup. Bij de vulva is te voelen of de pup al voor de uitgang ligt. Wordt het deel tussen anus en vulva hard, dan zal bij de volgende wee de pup geboren worden. Teven kiezen verschillende houdingen voor het uitdrijven. Bij Willemijn zit haar buik nog erg in de weg en zij kiest voor een halfstaande houding. Uitdrijven vraagt concentratie van de teef. Ze sluit zich af van de wereld. De uitdrukking van een bevallende teef is zeer kenmerkend. Ze kijken als het ware naar binnen. Door haar dikke buik kan Willemijn er nog niet goed bij en kan ze wat hulp goed gebruiken als ze de vliezen breekt van haar jong. De navelstreng wordt doorgebeten. Door het knauwen worden de bloedvaten in de navelstreng gekneusd en zal de bloeding die ontstaat snel stoppen. De teef eet als het ware van de nageboorte naar de buikwand en bijt daar de navelstreng door. Het eten van de nageboorte is volstrekt natuurlijk. De voedingsstoffen die erin zitten zorgen ervoor dat de teef voorlopig voldoende energie heeft om de bevalling te volbrengen en voldoende voeding heeft om haar jongen direct te kunnen voeden zonder het nest te moeten verlaten. Het kneuzen van de navelstreng wordt gedaan door er meermalen met de snijtanden langs te schrapen, zodat de bloedvaten zich snel sluiten na het doorbijten. De pup wordt grondig droog gelikt en vooral de onderbuik wordt gemasseerd. Hier liggen de centra die de ademhaling van de pup stimuleren. De teef zal hier likken tot de pup laat blijken dat hij aanwezig is. Bij aanraking van de bek geeft de pup een hapreflex, een teken dat de longen functioneren. Goed zo meisje. Soms komt de nageboorte niet direct mee. De fokker helpt door met de weeën mee de nageboorte naar buiten te trekken. Hierbij wordt een doek gebruikt om meer grip te hebben. Met zoveel pups wordt het voor de teef lastig, dus enige hulp is welkom. De pups wegleggen zou onrust geven, dat wordt om die reden dus niet gedaan. Pups worden drooggewreven, waarbij speciaal het onderlichaam wordt gemasseerd. Daar zitten de reflexen die de ademhaling op gang brengen. Bij een grote worp is hulp welkom voor de teef. Zo spannend dat, hè? Ja. Ik zie het ook aan jou, hoor. Dat hij daar dan ligt. Nou ja, je hebt nog een paar te gaan, dat scheelt. Als de pup laat horen dat hij er is, mag hij direct terug naar zijn moeder. Wrijven en zuigen. Soms is uitzuigen nodig. Met de mond lijkt onsmakelijk, maar is het snelst en het meest effectief. Willemijn vertrouwt haar baas volledig hierin.
Bij een van de pups is de navelstreng wel erg kort afgebeten. Het bloedt lang na, dus er wordt een draadje gebruikt om af te binden. Okay. Alle pups worden gewogen, zodat kan worden gecontroleerd of de groei goed gaat. Ja, dat is wel klein. Ze mogen weer uit, hoor. Ja. Een volle blaas is het lastig persen. Tussendoor drinken de pups en dat is gunstig, want hierdoor wordt er oxytocine geproduceerd. Daardoor blijft de baarmoeder zich samentrekken tot alle pups geboren zijn en alle resten uitgedreven zijn. Het is telkens duidelijk te zien dat er weeën zijn. Maar na de geboorte van de 10e pup verandert Willemijns manier van kijken vrijwel direct. Het is klaar. Ze voelt het zelf en het is voor iedereen ook duidelijk. De klus is geklaard.